Dan, groene stroom. Wie van jullie heeft groene stroom? Dus vingers? Ja, ik schat ongeveer 69%. En hoeveel is dat landelijk? Ook 69%! Oh, wat zijn jullie toch heerlijk gemiddeld. Dat bedoel ik als een compliment. Ik zie een mevrouw heel boos kijken. U bent heel uniek, mevrouw. U bent heel speciaal. U bent een uniek wezen dat er helemaal mag zijn. Namaste. En die tulpenjurk is ook heel prachtig. Maar de rest is heel gemiddeld. En goed bezig. Want klimaat is belangrijk. Nu ik toch bezig ben, laat ik even verder vragen. Groene stroom komt onder andere van... wind, ja, windmolens. En van... zonnepanelen, precies. Stroom opgewekt door windmolens en zonnepanelen. En bijna 2/3 van Nederland heeft zich al daarbij aangesloten. Dat is het beeld. Nou, dan heb ik groen nieuws en slecht nieuws voor jullie. Het groene nieuws, lekker bezig. Het slechte nieuws, het is allemaal één grote leugen. Hoog tijd voor de... groene stroomschokken. Precies, de groene stroomschokken. En we beginnen met... schok 1. Schok 1, eerste groene stroomschok. Groene stroom uit je stopcontact is geen groene stroom. Dat was voor mij wel even een schok. Want toen ik overstapte op groene stroom, was ik vet trots. Ik dacht, yes, goed bezig, klimaat warmt op. Nu niet meer, thanks to deze jongen. Ik dacht het zelfs te kunnen horen bij het stopcontact. Ik dacht... oh, wat dan? Nou, dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Alle producenten leveren aan één gezamenlijk net... groene en grijze stroom. Het komt allemaal bij elkaar. De stroom die u gebruikt is dan ook altijd een mix van verschillende energiebronnen. Ja, groen en grijs zijn gemixt. Dat klinkt als de liefdesbaby van Jesse Klaver en Henk Krol. Wij gaan Nederland veranderen zodra we de Beamer aan de praat krijgen. Maar goed, eigenlijk is het ook wel logisch dat er niet per huis een aparte groene of grijze kabel wordt getrokken. Dus dat 69% van Nederland kiest voor groene stroom, dat betekent alleen maar dat in totaal ongeveer 69% van de stroom duurzaam wordt opgewekt. Oké, klein schokje, maar dan. Schok 2. Schok 2, groene stroom is meestal nep. De meeste groene stroom die wij hier denken te gebruiken, die komt uit het buitenland. En dan denk je, nou en, groen is groen. Maar die stroom die komt niet alleen uit het buitenland, hij blijft ook in het buitenland. Als jij thuis groene stroom hebt, betekent het vaak niets meer dan dat de leverancier zo'n groene stroomcertificaat heeft gekocht. Ja, in Europa krijgt groene stroom een officieel certificaat waarop staat... hallo, ik heb groene stroom gemaakt, ik ben klaar! En in plaats van dat die stroom wordt doorverkocht, worden dus die certificaten doorverkocht. En omdat Noorwegen door haar waterkrachtcentrales een overschot aan die certificaten heeft, kopen de Nederlandse maatschappijen ze daar massaal in, terwijl de stroom gewoon in Noorwegen blijft. Ja, het idee was, als landen die certificaten mogen verkopen, dan kunnen ze geld verdienen door extra groene stroom te maken. Maar wat doen die Nooren nu? Die maken geen extra groene stroom, maar die verkopen wel hun certificaten aan ons. En die Nederlandse energiemaatschappijen die staan met die certificaten te wapperen. Kijk, onze grijze stroom is groen! Maar dus uiteindelijk is er maar in één land groene stroom opgewekt, namelijk in Noorwegen. Maar er zijn nu twee landen die daar tof mee doen. Noorwegen omdat hun stroom groen is en Nederland omdat wij op papier groene stroom hebben. Snap je? Mooi. Dat is dus best een mooi handeltje. En steeds meer landen verkopen die certificaten. Topleverancier is nu Italië. We kopen nep groene stroom uit Italië. Als een soort karmaham. Trouwens, wel grappig over Italië gesproken. Ik heb laatst een paard gered uit de Tiber in Rome. Ja, dat paard dat was aan het verzuipen, dus ik spring er achteraan. Ik trek hem zo op het droge. Dat is toch leuk? We moeten wel eerlijk bij zeggen, ik heb het niet zelf gedaan. Het was een Italiaan, maar ik las dat en ik heb die gast gemaild. En voor 20 euro mag ik nu dat verhaal vertellen. Dus officieel heb ik een paard gered uit de Tiber. Ach, je doet wat je kunt. Maar goed, nu we zijn bekomen van deze groene schok... kijken we nog even naar die groene stroom die we allemaal denken te gebruiken. En het echte plaatje ziet er dus niet zo uit, maar zo.
Want als je al die certificaten wegstreept, dan zie je dat maar 21% van de stroom ook echt groene stroom is. Dat kun je tegenwoordig zelfs apart bestellen als je niet mee wil doen aan die Noorwegen stroomcertificaten-scam. En dan denk je, 21% groen, maar dat is nog altijd flink wat. Maar het is niks. Het is namelijk tijd voor... Schok 3. Schok 3. Niet alle energie is elektriciteit. En dat klinkt even ingewikkeld, maar als je het over het klimaat wil hebben, dan moet je niet alleen naar elektriciteit kijken, maar naar alle energie. Dus dit balkje, dat is niks. Het is voor 1,50 groen, hartstikke leuk. Maar kijk even mee wat er gebeurt als je kijkt naar alle energie. Fabrieken, auto's, treinen, gaskachels. Als je dan kijkt naar het aandeel consumentenstroom, dan stelt het geen reet voor. En als je dan alles meerekent en dan naar groene energie kijkt, dan blijkt dat maar 6% van alle energie die we in Nederland gebruiken groen is. En, oké, het blijft comedy, dus we zijn er nog steeds niet. Tijd voor... Schok 4. Groene energie komt meestal niet van zon en wind, zoals jullie dachten. Nee, zelfs die 6%, onze laatste groene strohalm, is bedrog. Volgens het CBS wordt er wel meer wind- en zonne-energie gebruikt, maar is het grootste deel van de groene energie opgewekt door het verbranden van biomassa. Aha! Biomassa! Meer dan de helft van die 6% groene energie is biomassa! Belachelijk! Biomassa! Wat is dat eigenlijk? Biomassa is eigenlijk organisch materiaal dat we elke dag tegenkomen. Nou, zoals de inhoud van een composthoop. Dat dacht je van maïsbladeren of stro? Oh, vind ik heel lief hoor, maar ik heb net een broodje boomschors met helmgras op. Dus ik ben even oké, Energie uit biomassa, dat betekent dat we organisch materiaal verbranden. En het idee daarachter is dat het vanzelf weer bijgroeit. Dus er komt wel CO2 vrij als je het verbrandt, maar dat wordt vanzelf weer opgenomen door nieuwe bomen. Maar er is één probleem. Het probleem is alleen, een bos groeit heel erg langzaam en onze centrales verbranden heel erg snel. Ja, stel, jij houdt met een vriend een wedstrijd. De een moet een boom verbranden en de ander moet een boom laten groeien. Wie is er eerder klaar? Wat zeggen jullie? Degene die de boom verbrandt? Ja. Hangt er vanaf, zegt hij, ja, nu is het klaar met die gekke jurk. Maar goed, dat... Ik zie iemand heel verdrietig kijken. Maar dit is dan ook de fatale denkfout van biomassa. Energiecentrales verbranden de bomen te snel. Mijn oplossing? Traagvuur. Nadeel? Bestaat niet. Voordeel? Laat maar zitten. Dus dit is de volgende schok. Schok 5. Biomassa is helemaal niet zo duurzaam. En het wordt nog erger, want er zijn helemaal niet genoeg bomen in Nederland voor biomassa. We kunnen het niet op eigen houtjes. En dus doen we het zo. Nederland heeft niet genoeg hout en dus halen we het uit Amerika. In de Verenigde Staten worden bossen in rap tempo gekapt. De bomen gaan door de versnipperaar en worden samengeperst tot pellets. Deze grove korrels gaan per schip naar Nederland en belanden in de ovens van de kolencentrales. Voor de Amerikaanse bossen is het een ramp, zeggen milieuorganisaties in de VS. Dus we tuffen Amerikaanse bossen per dieselschip naar Europa en gooien ze hier in de kachel omdat het officieel meetelt als groene energie. En dat is alleen maar omdat we de CO2 die daarbij wordt uitgestoten niet mee hoeven te tellen voor onze uitstoot. En dat is best wel raar. Maar voormalig minister Kamp kan precies uitleggen waarom biomassa toch 100% duurzaam is. Dat het duurzame energie is, dat is geen discussiepunt. Ja, dat is namelijk, discussie. Dat is namelijk vastgesteld. Ja, dat is een definitie die omstreden is. Nee, die is niet omstreden, maar die is gewoon vastgesteld door de Europese Commissie. Ja. Dat is gewoon vastgesteld. Einde discussie. Er is dus gewoon afgesproken dat CO2 uit biomassa geen CO2 is. Maar in werkelijkheid stoot brandhout zelfs meer CO2 uit dan aardgas en dan steenkool. Maar ja, dat zijn natuurwetten. En Henk Kamp gelooft alleen in Europese wetten. Henk Kamp zou zijn lul nog in een broodrooster douwen als het volgens Europese regels een onderbroek was. Wie hier meer over wil weten, kan het lezen in het boek Europese regels van Henk Kamp en Willem Vermeen. Onder de streep. Hoeveel duurzame energie hebben we nu echt in Nederland? Nou, de echte groene stroom uit windmolens en zonnepanelen en zo is maar 2,2% van alle energie die we verbruiken.
Dus dat meer dan 2/3 van de zaal en alle Nederlanders dus groene stroom heeft, dat zegt helemaal niks. Als je alles wegstreept en kijkt naar alle energie, dan is die groene energie maar 2,2%. En het gekke is, het kabinet moet in 2020 op 14% duurzame energie zitten. In 2020, en dat is volgens het CBS al over 2 jaar. Dat hebben ze beloofd. Aan ons, aan Europa, aan planeet Aarde. 14 in plaats van 2,2. En in plaats van een serieuze poging te doen om het klimaat te redden, zijn ze alleen maar bezig met boekhoudkundige trucs, zoals het kopen van papiertjes uit Noorwegen en het opfikken van Amerikaanse bossen. Ze zijn dus alleen maar op papier het klimaat aan het redden. En ondertussen zitten wij hier met een zaal vol mensen, waarvan één mevrouw een beetje beledigd omdat ik het over jurk heb de hele tijd. En die denken allemaal dat we lekker bezig zijn. Maar zou het klimaat er ook intrappen? Dat God tegen zijn accountant zegt, kijk nou eens even, die mensen die zijn heel goed bezig. Ze hebben allemaal groene stroom. Ja, maar we hebben wel net even gemeten en ze stoten heel veel CO2 uit. Weet ik niet. Op papier is het allemaal heel strak dichtgetimmerd, hoor. Ja, maar kijk nou naar die uitstoot. Jawel, maar juridisch lijkt het allemaal. Oh, kijk nou, Arjen Lubach heeft een paard gered uit de Tiber. Wat leuk! Bravo! En dan gaan we naar het weer. Marco. Ja, we krijgen een aantal winterse dagen. En dat begint vanavond de eerste uren al met nog een klein beetje sneeuw of natte sneeuwtemperatuur rond het vriespunt. Zou kunnen zijn dat het natuurlijk glad wordt. Zeker vannacht, want dan zakt de temperatuur nog wat verder. Het vriest een paar graden, het wordt wel droog en het blijft bewolkt. Morgen gaat die bewolking dan langzaam wijken voor zon. Als eerst in het zuiden komt de temperatuur net iets boven het vriespunt. Maar dat is wel onder wat we normaal hebben in deze tijd van het jaar. En dat blijven we de komende dagen ook. Want voor de dinsdag in de nacht zelfs temperatuur van -4 zakt nog wat verder naar matige vorst. De zon schijnt regelmatig en het blijft de komende dagen droog. Dankjewel, Marco. Dit was Zonder met Lubach met als belangrijkste grap. Oud-minister Henk Kamp zou zijn lul nog in een broodrooster douwen als het volgens de Europese regels een onderbroek was. Volgende uitzending van Zondag met Lubach is volgende week zondag om 5:10. Graag tot dan. Oh jee, we zijn alweer op het eind van het filmpje. Maar niet getreurd, je kunt je abonneren op mijn kanaal door me een brief te schrijven van 18 kantjes waarin je vraagt of je abonnee mag worden. Of gewoon door hier te klikken, kan ook. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.